En nu krijgen we dus nog twee man aan de start. Robert Tremblay is de Canadees. En Yasushi Kuroiwa is de Japanner die in de tweede rit ten val kwam omdat hij gehinderd werd in het rijden van de bocht omdat Dan Jensen onderuit ging. Als deze twee mensen langzamer rijden dan 36-76 wint Jan Hiekema hier op de eerste dag van het schaatstoernooi een zilveren medaille. Dan wint Jens Oermaai, want daar gaat het ook om, in de eerste plaats weet je wel Jan, de gouden medaille. Een merkwaardige manier om je voor te bereiden als Japan. Twee man nog. En Lake Placid, 8 jaar geleden was het net zo spannend met Luwe de Boer, weet ik niet. Oh, weet je dat nog? Nou, dan was ik nog maar vrij jong, maar dat weet ik me nog wel te herinneren. Toen je toch al naar televisie keek? Dat was zeker wel. En ik heb er vaak met Luwe over gesproken en dat was echt een heel mooi moment natuurlijk. Nou, maar voor een kleine minuut weet je het. Robert Tremblay, de Canadees. Yasushi Kuroiwa is de man uit Japan. Op papier niet te sterk, maar we moeten het afwachten. De tijd gaat meedoen. Tremblay heeft even een tweeling, maar dat interesseert nu niet. Kuroiwa in 10 blank. En telt u maar mee nu. Japaner glijdt mooi naar de Canadees toe. Hoe loopt hij die bocht? Loopt hij goed. Die blijft hij goed over. 36.76. 36.76. Daar komt hij. 36.76. Jantje! Gefeliciteerd, jongens. Hartstikke bedankt. Gefeliciteerd. Oh, wat is het mooi, jongens. Wat is tweede, het mooi? Tweede, ja. Ja, nou. Daar heb je, hè? Zo lang heb je in dit seizoen nou zitten werken, naar deze rit. Weet je nog, dat NOC, dat maar twijfelde, zullen we het nou wel of niet met hem doen? Ja, nou, ik kan alleen maar zeggen dat die mensen er goed aan hebben gedaan mij hierheen te sturen. Ja, en de zilveren medaille, dat is natuurlijk te gek. En echt waar, ik wist dat ik een goede 500 meter kon rijden, maar hier rijden de sterkste ter wereld. En ja, het was gewoon eventjes, wie had de beste dag vandaag? En dat was Jens Oermaai, maar ik had zeker ook een hele goede dag. Ja, nou je hebt het bewezen. Fantastisch. Moet je iets naar thuis doorsturen? Wil je iets tegen thuis zeggen? Nou, ik wil natuurlijk mijn vader en moeder wel even de groeten doen. En dan wil ik wel even zeggen dat het ook aan hun heeft gelegen dat ik altijd goed heb gereden. En natuurlijk mijn vriendin in Sneek, Jaltina, ook heel erg bedankt. Het zijn allemaal mensen die hebben erbij aan toe bijgedragen dat deze prestatie er kon komen. En nogmaals, de Olympische Spelen zijn nog niet voorbij. We rijden nog een 1000 meter en misschien ook een 1500 meter. Maar dit kan dan niet meer stuk. Hoe kan je zo rustig zijn nu? Ja, het dringt nog niet helemaal tot me door, maar dat gebeurt zeker straks wel. Fantastisch, Jan. Heel mooi, hè? Ja, hartstikke goed voor je. Dankjewel. Wij gaan deze uitzending gaan we voor u afsluiten zo direct als de huldiging geweest is. Dat heeft u begrepen. Die huldiging die zal hier direct na plaatsvinden. Dus ik verzoek u, en dat zult u zeker doen thuis in Nederland, om te blijven kijken naar datgene dat die gekke Pietje Bel uit Harlingen toch maar waar maakte. Gouden medaille is voor Jens Oermaai, de man uit Oost-Duitsland die hier een officieel wereldrecord rijdt, een officieel Olympisch record. Eigenlijk iedereen declasseert met 36-45. Maar net zoals 8 jaar geleden in Lake Placid is de verrassing totaal als Jan Hiekema zich op de tweede plaats nestelt. Jan Hiekema wordt tweede op de 500 meter. Wie dat van tevoren zou hebben gezegd zou absoluut voor gek zijn uitgemaakt. Maar hij staat er wel. En de bronzen medaille gaat naar Akira Kuroiwa, de Japanner met 36-77. 100ste seconde langzamer dan Hiekema. Wat een heerlijk begin voor die kleine Nederlandse ploeg die hier naar Calgary is gereisd. Die 6 jongens en 5 meiden. Die 5 meiden zijn er nog niet eens. Die hebben de beelden van deze wedstrijden kunnen zien op de televisie. Vanuit Amerika, waar ze nog steeds zijn. En toen kreeg je ineens de Borking Visser situatie worden getroffen om het middenterrein wat schoon te maken. Lijkt het daarop? Ja, het lijkt daar redelijk op. Maar om te zeggen dat men nu aanstalten maakt om te gaan feesten,